Het was eigenlijk een herhaling van zetten van een jaar geleden. Ik heb een jaar geleden naar precies hetzelfde interview zitten kijken met precies dezelfde hoofdpersonen. Ja, ze heeft toen had ze hem bij RTL over. Ja. En ik vond haar de eerste helft van het interview vond ik heel goed, maar ik vond haar echt vorige keer beter. We gaan in jullie mediamomenten. Wat is jullie opgevallen? Angela, je wil het graag hebben over het interview van Eva Jinek met zaaddonor Jonathan Meijer. Het televisiemoment van de avond volgens jou. Drie van die mensen hebben Stichting alsnog, Donorkid heeft hebben 100 alsnog, ouders gesproken nee, alsnog, die, wie jij gelogen hebt over hoeveel kinderen hebben je al alsnog, had. En ik die heb het niet praten, over die ouders, ik heb het over de honderden niet, ouders. Maar die mochten niet in de film, want dan wordt het niet sensationeel. Ik heb het niet over die ouders. Daar gaan mensen niet over praten. Ik heb het over de honderden mensen die wel door jou zijn voorgelogen. Oké, Jonathan, als we de hele tijd door elkaar praten, snapt niemand thuis waar dit over gaat. Dus goed, jij mag iets zeggen en dan mag ik ook iets zeggen. Ja, dat is goed. En vertel even, Angela, waar ging dit over? Nou ja, dit gaat over een zaaddonor over wie een Netflix-documentaire is gemaakt. En die volgens eigen zeggen 550 kinderen heeft verwekt. Maar volgens die Netflix-documentaire zijn het er 3000. Het was onmiskenbaar het televisiemoment van de avond. Er gebeurde wat aan die talkshowtafel. Eva Jinek gaf de visitekaartje af dat ze haar op de tanden heeft en zich niet onder de tafel laat lullen. Tegelijkertijd had ik er ook wel moeite mee, want het was eigenlijk een herhaling van zetten van een jaar geleden. Ik heb een jaar geleden naar precies hetzelfde interview zitten kijken met precies dezelfde hoofdpersonen. Ja, ze heeft toen had ze hem bij RTL over. Ja. En ik vond haar de eerste helft van het interview vond ik heel goed, maar ik vond haar echt vorige keer beter. Want ik heb vorige keer veel meer dingen over hem geleerd, mm-hmm, die mij een inkijkje geven in zijn toch wat verknipte brein. Laat ik het dan toch zomaar zeggen, als psycholoog van de koude grond. Die er nu niet, want nu verzanden het heel erg in een soort wel eens niet een spelletje door elkaar heen praten. En, waar lag dat aan? Je zag dat ze echt geraakt werd door het interview. En door het onderwerp. En door het feit dat die man natuurlijk totaal geen enkel compassie of inzicht mm-hmm vertoont. Dat hij echt heel erg fout bezig is. Ja, wat heel ingewikkeld is, is als journalist, wat Eva Jinek is, je doet zo'n interview, heb je natuurlijk je huiswerk gedaan. En dan weet je wat de feiten zijn. En hij ontkende eigenlijk alles de hele tijd. Ja. En daarmee word jij natuurlijk ook als journalist, zou je kunnen zeggen, in discrediet gebracht, als je dat niet goed pareert. Nee, en er zat niemand anders aan de nieuwe avocadotafel die dan kan zeggen van, ja, maar Eva heeft wel gelijk. Weet je wel? Dus je moet het echt met z'n tweeën doen. Maar het was wel heel spannende televisie. Maar ja, doordat ik het dus al een keer had gezien, vroeg ik me wel echt af. Voor jou was het geen nieuws. Waarom? Ja. Nog een keer. Want er was niet echt een directe aanleiding. Nou, de aanleiding was dat hij nu dan naar de rechter was gestapt. Vanwege deze documentaire die hij in de zomer gedaan. Ja. Ja. Bas, jij hebt gefascineerd zitten kijken ook, hè? Ja, gefascineerd, ja. Ik moet wel zeggen, ik heb vanochtend nog eens even opgezocht. En wat Angela net zegt, het was al wel bekend dat hij naar de rechter ging stappen. En dat was volgens in juli, mij, hè? Ja, het grote nieuws waar het programma van Jinek nu mee kwam. Van, hij stapt naar de rechter. Dat gezegd hebbende vond ik het juist heel erg knap van Eva Jinek hoe zij dit gesprek voerde. Hij hielp de tafel ook wel mee trouwens. Ze zaten heel erg dicht bij elkaar. En deze meneer was wat dat betreft een ongeleid projectiel. Hij deed niet mee. Hij deed niet mee. Dat is niet zo erg. Maar hij overtoepte en overschreeuwde haar ook. En zij probeerde natuurlijk heel goed, en volgens mij is ze daarin geslaagd, om de regie te houden. Ja, en dan krijg je af en toe gewoon een ordinair schreeuw gebeuren. Mm-hmm. Maar als ze het had laten gebeuren, dan was het gesprek helemaal kwijtgeraakt. En volgens mij heeft ze hiermee wel laten zien van, ja, weet je, ik heb mijn feiten op orde. Ze had advocaten gesproken, ze heeft wetenschappers gesproken. Zeker. En ik geef hiermee wel aan, beste man, je lult maar wat. Hier heb ik de tegenfeiten. En als hij daar maar doorheen blijft praten, ja, mm-hmm, weet je, daar kun je niet. Je kunt ook niet zeggen van, nou, ga maar weg, want het is wel klaar. Ja. Maar dan komt een beetje. Ik vond het heel spannend. Ik vond het echt heel spannend. Ja. Ik dacht echt, Eva Jinek is een vakvrouw. Vond ik echt, naar aanleiding van dit gesprek. Maar ik denk ook dat als ik heel eerlijk ben, de reden was dat ze het gedaan heeft. Omdat ze kon laten zien wat ze kan met deze tegenstander. En dat het de hoe heet het? Je wil je talkshow neerzetten. Je wil laten zien wat je allemaal kan doen. Dit was een goed onderwerp. Maar ja, sorry, ik leerde echt in dat eerste gesprek wat zij samen hadden, wat ongeveer van hetzelfde mm-hmm niveau was. Toen zei hij dingen als, nu weet wel Elon Musk wie ik ben. En Bill Gates weet wie ik ben. Heb ik niet gezien. Daarom. Maar dat zijn wel. Ik heb mijn column van toen terug. Want ik vond dat mm-hmm was echt een waanzinnig goed gesprek. Ze was ook hoogzwanger. Dus dat gaf er nog een extra dimensie aan. De koning weet wie ik ben. Hij had toen wel vroeging van het feit dat hij gelogen had over die kinderen. Want hij was een christen. Dus, en daar zat ook nog in dat hij niet alleen zaad doneerde, maar ook
vrijwillig met vrouwen naar bed ging als ze een kinderwens hadden. Ja. Dus heel veel dingen over wat dat karakter van die man en wat dat enigma wat hij daar was en dus waarom dat, hij het doet. Dit interview voegde voor jou niks meer toe eigenlijk. Nee. Maar dat zei ik volgens mij ook. Want omdat ik het vanochtend heb gelezen en het nieuws eigenlijk, dus de aanleiding voor dit gesprek, bleek dus eigenlijk helemaal geen nieuws te zijn. En nee, dan voor, heb maar ik, moet ik erbij zeggen, voor ons journalisten geen nieuws. Want ik denk dat heel veel mensen dit helemaal niet mee hebben gekregen. Voor mij gisteravond ook niet. Maar dan waag ik er wel te betwijfelen van, ja, waarom nodig je hem nu uit? En dan ga ik wel met Angela mee, denk ik, in die gedachte. Maar dat gezegd hebbende, vond ik dat Eva Jinek liet zien wat voor een topvrouw ze was. Was dat dan haar doel om inderdaad aan het begin van het seizoen haar visitekaartje weer af te geven? Dat weten we niet, want met iemand die ze al een keer heeft gesproken. Nee, en dat klinkt ook weer, want je ziet dat het onderwerp haar echt oprecht raakt. En ik deel haar fascinatie voor deze man wel. Maar dan vind ik het ook heel jammer dat er niet gewoon meer uitkomt. En dat er dan aan het einde weer zo'n raar moment zit van The Lion from Mombasa is nu de ooievaar van Den Haag. Ja. Maar er kwam niks meer uit, niet alleen omdat het geen nieuws was, maar ook omdat ze door elkaar aan het schreeuwen waren. Allebei in een loopgraaf zaten. Ja, dan heb je er niks aan. Wil je meer van het Mediaforum zien? Klik dan hier voor de andere video's van Spraakmakers. Of luister het Mediaforum dagelijks terug via je favoriete podcast-app.